Hoi jongens en meiden, daar ben ik weer met een fabeltje. En deze keer is het het fabeltje Koning Aap. En je ziet hier op de plaat een aap, een vos, een ezel en een haas volgens mij. Ja, ik zie het niet goed, want er staat wat voor mijn camera, voor mijn telefoon. Volgens mij nog een dier in de hoek. Die zie ik niet. Je hoort het zometeen wel in het verhaaltje. En volgens mij ook een zwijn, ja. Oh, ook nog een schildpad en een slang. Hé, hey, en ook een klem, een berenklem. Dat ziet er niet goed uit. Oh, en hier ook nog een hert. Jongens en meiden, Koning Aap. Hé, op een feest in het bos danste de aap voor de andere dieren. Schitterend, geweldig, fabelachtig mooi, riepen ze. Niemand doet het je na. Jij zou onze koning moeten zijn. Ja, dat vond de aap eigenlijk ook. En met een kroon op zijn kop danste hij door. De vos keek vol afschuw naar de wild springende aap. Moest dat bespottelijke beest de koning van de dieren worden? Nooit, dacht de vos. Niet zolang mijn staart rood is. Hij wist in de buurt een wildklem te liggen met vlees erin. Buigend liep hij naar de aap en met eerbiedige stem zei hij: "O, grote koning aap, ik heb een stuk vlees gevonden. Het is van mij, maar als koning van de dieren heeft u er recht op." Ja, dat vond de aap ook. En hij liet zich door de vos meetrollen. Hij zag het vlees, maar de aap was te dom om op de val te letten. Gretig hapte hij toe en pats! De klem sloeg dicht en de aap zat gevangen. "Valse vos," riep hij, "je hebt de koning in de val laten lopen." De vos lachte hem uit. "Dansen is nog geen regeren," zei hij. "De domste van de dieren kan nooit de koning van de dieren zijn." En de aap bleef alleen achter. En iedereen liet hem in de steek. Jongens en meiden, bespreek het met papa of mama. Waar gaat het over? Wat is de boodschap van dit fabeltje? Tot de volgende keer.